Kijk, valt just Sinterklaas een kop in mijn koffie. Zo. Nice. Tjo jongens en meisjes, tof jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ik heb slecht nieuws. Ik heb just het meegemaakt. Ja, wacht even, ik ga mijn camera reset. Ik ga mijn gsm restarten, want ik heb de verkeerde filmprogramma gebruikt. Ik kan niet zo omswitchen. Dat is niet nice, dus tot zelfs. Oké, ik ben terug. Maar kijk wat ik net meemaak, bro. Kijk, valt just Sinterklaas een kop in mijn koffie. En je ziet hem niet zitten. Ik heb hier ook geen lepeltje in de beurt liggen of zo. Jawel, daar in mijn vorige tas. In mijn vorige tas van gisteren. Hupsa, die staat hier nog. Nog naar beneden doen. Hupsa. Ik ga nog de hashtag. Ik heb mijn vuilbak zo gedraaid. Ik ga nog wat draaien. Dat ik eigenlijk vanuit mijn studio hier op een stoel kan zitten. En gewoon mijn vuilbak kan open doen. In de vuilbak kan gooien en toe kan doen. En ik ga het binnenkort nog makkelijker maken. Om nog wat dingen te installeren. Ik ben heel veel van plan. Ik heb hier ook al een koelzak naast me staan. Die ga ik vullen met koud water in de zomer. In de winter weet ik niet hoe dat ik mij ga verwarmen. Winter is een probleem, dan verwarm ik mij mijn koffie. Maar ik heb niks anders warm dat lang warm kan blijven. Ik weet niet, hebben jullie misschien een thermos? Misschien kan ik een waterthermo, een thermos met warm water pakken. En dat, want werkt een koelzak ook voor warmte? Houdt dat dan ook warmte bij? Ik moet dat eens checken, die koelzak. Het zou wel nice zijn, maar kak, sorry, deze is kak, bro. Ik moet ook eens iets pakken, zoals een placematje, maar ik heb hier geen goede placematje, dus ik leg hier altijd alles op tafel. Check deze, bro. Nu zie je het beter. Check. De koek is gewoon al helemaal gesmolten. Nice. Really nice. Really, really nice. Ik had zo hard slecht tegen straffe koffie, hè. Maar het lekkerste met straffe koffie, deze. Ja. Ondertussen, ik heb al een paar dagen geleden gezegd dat ik mijn Pokémon X's ging resetten. Ondertussen is het gelukt. Dus dat is nice, alleen weet ik nog niet hoe dat ik ga opnemen. Ik ga gewoon eentje gewoon helemaal opmixen. Ik ga zien dat mijn koffie dan sterker wordt of zo. Wat is dat? Heb ik hier nog? Ah, eentje maar. Misschien doe ik die er nog bij. Als dit niet genoeg is, doe ik die er nog bij. Maak gewoon een koffie met. Oh, deze is lekker. Doe dat zeker. Gewoon zwarte koffie met speculoos erin. Twee klompen van deze ga ik erin doen. Oh, dit is de beste. Experiment ever. Even een thumbnail show. Ik was naar jachtseizoen aan het zien. Daar is iemand vanuit de filmdingen, bekende vanuit de filmstreek van België, ingekomen. Het is wel een Nederlander, maar het zit wel in een serie van België. Guy. Dus ja, daarom moet ik dat zien.
Die echt zo met die guy erin. Oké, ik ga dit gewoon nog even laten staan, dat het wat meer wakker is geworden. En als ik jullie zo terug. Dan zie ik jullie zo terug. Ik moet even mijn pet opzetten, want die ligt op mijn ding. Zoveel verkwast ik mijn haar nog. Ah, dat is al verkwast. Mijn pet even daar liggen, dat laten doen. Mijn Pokémon terug afzetten, want ja, nu ga ik toch niet opnemen. Ik heb nog een gameplay staan. Ik kijk nu even voor 3-8 seizoen. Ik moet ook nog een vlog editen, dat mag ik niet vergeten, maar ik heb er niet zoveel zin in. Dus ik wacht daar even mee. Maar ik zie jullie weer terug, tot ziens. En dat was het domste idee dat ik ooit heb gehad, want ik heb het niet helemaal uitgedronken. Nu ben ik het vandaag, maar dat zie je in de vlog van overmorgen. Vandaag heb ik weer gepakt, maar deze keer niet voor in de tas te allemaal uit te strooien. Zou ik maar zeggen. Maar voor erin te deppen. Er is iets gebeurd. Maar dan moeten jullie die een dag zien. Ik zul je morgen terugvinden. Dan meneer, vind je een blauw duimpje omhoog. Dan druk ook op het beeldje naast de abonneer knop. Zijn wel te bocht van elke video dat ik upload. Zie ik jullie morgen terug. En zeg ik zoals altijd. GG. Out. Laat.